Dinsdagavond 3 juni kwamen er bij Club Kaas aangesloten ondernemers weer samen in de telefooncentrale. Naast het gebruikelijke netwerk stonden natuurlijk ook aansprekende onderwerpen op de agenda. Ondernemen in de cloud was er één van. Want een beetje ondernemer onderneemt tegenwoordig in de cloud. Tenminste, als je weet wat de cloud eigenlijk is en wat het je kan bieden. Nee, ik vertel dat het is gewoon het internet. Er staan een heleboel computers die aan elkaar zijn gekoppeld. Nou ja, daar draait software op, die je vroeger op je eigen pc zette. Nou, die moest je dan kopen. Nu huur je dat voor een bedrag per maand. En dan kan je afnemen. Gebruik je het niet meer, zet je het abonnement stop. Betaal je ook niet meer, wil je het weer gebruiken, ga je betalen. En in plaats van iets dat je koopt, wordt het een dienst. Een cloud is IT uit de muur. Dat zullen de puristen mij niet in dank afnemen, maar ik denk dat het nu wel geworden is. IT uit de muur. En dat kan je e-mail zijn, dat kan je CRM-oplossing zijn, dat kan je HRM-oplossing zijn, dat kan rekenkracht zijn. Want er is niks zo vervelend als dat je belt met iemand en die zegt, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, moet je je websitebouwer hebben. En je websitebouwer zegt, nee hoor, je moet je provider hebben. Ja, dus er verandert ook best wel wat in ons leven. Iedereen die zet dat gelijk op Twitter, op Facebook, om maar te delen dat je erbij bent. Nou, ik vond het een hele leuke sessie. Het was interactief, er werden veel vragen gesteld. Nou, daar hou ik altijd van. Zeg mij in ieder geval dat het onderwerp leeft. Nee, kijk, cloud is gewoon het begin van het vergemakkelijken van IT. En het neemt echt een heleboel technische limitaties weg die klassieke IT wel met zich meebrengt. En daarom gaan we er niet vanaf komen. Interessant. Toch wel jong ben ik, maar gelijk met een beetje gemiddelde. Maar toch merk je dat je weinig verstand hebt van de cloud. Dus daarom vond ik dit onderwerp wel interessant. Maar wat ik wel heel erg leuk vond om te merken van de voor- en nadelen worden goed benoemd. En de vragen uit de zaal, ik vond dat wel heel aansprekend. Ja, helder. Goed verhaal werd verteld door alle twee heren van alle twee bedrijven. En duidelijk verhaal, absoluut.